Nou, leuk verhaal dus. Dus ja, daarom zijn we... Af en toe slokje water, een beetje kokerplaatje in je wang. Hier nog verdwaalde alpaca, kijk. Ik ben lekker een nep vliegticket aan het maken. Er loopt een reisneusje de berg af. Buenos dias. Welkom in Cusco. Yes, de Inca-stad van Peru. Gisterochtend aangekomen. Ja. Na een pittige nachtbus. Gisteren even bijgekomen en natuurlijk ook even wennen aan de hoogte. Want Cusco ligt volgens mij op 3300 meter hoogte. Ja. Dus dat is op zich best wel hoog. We merken het ook echt heel erg als we de trap oplopen, zijn we gelijk buiten adem. Vanaf Cusco kun je allemaal uitstapjes maken. Vanaf hier kun je dus naar de Machu Picchu. Dat gaan we de 13e doen, over een paar dagen. Ja. Maar je kan ook naar allemaal andere mooie plekken. En we gaan vandaag naar de Rainbow Mountain. Dat wordt wel pittig, want dat ligt op 5000 meter hoogte. En ze zeggen, normaal moet je wel goed acclimatiseren. Maar op zich, we hebben nu niet echt ergens last van. Dus we dachten, nee. Nou, het kan wel. Ja. We gaan niet met een tour, want alle tours die gaan echt om volgens mij 5 uur 's ochtends weg. En zijn allemaal tegelijk dan bij die berg. Maar wij gaan met 3 andere Nederlanders, hebben we zelf een taxi geregeld. En dan gaan we daarheen en dan zijn we na de drukte. Dus ik ben heel benieuwd. Ja. Het is nu 6:30 ochtends. We zouden om 6:30 ontbijt krijgen. Maar ja, het is natuurlijk wel Zuid-Amerika, dus het is er nog niet. Nou, we zijn onderweg naar andere mensen in hostel, waar we opgepikt worden met de taxi. Maar de hike is al begonnen hoor, jeetje. Dikke trap in de hoogte. Zo, we zijn al 1,5 uur onderweg. Nog 1,5 uur te gaan. Becky zit weer voorin met zijn Becky. En het is super mooi weer. Dus hopelijk is dat straks nog steeds zo. Met het weer een vriendinnetje gemaakt. Nou, we zijn begonnen. We zijn dus na de drukke toeristenstroom. Dus alle hier toeristenkraampjes zijn al dicht. En je ziet ook al wat mensen naar beneden komen. Ja, we zijn nu op 4500 meter hoogte. We gaan iets meer dan 500 meter klimmen. 600 meter. Ja, nou, vlammenos. Nou, je ziet hem al heel ver. Ik weet niet of jullie de kleurtjes erin kunnen zien. Het lijkt nog vrij dicht. Het lijkt vrij dichtbij, maar het is nog wel een stukje. We hebben even omgekleed, tenminste. Iets warme kleding uitgedaan. Nou, hier lopen we dan. Rap met jou? Prima. Mooi. De hoogte gaat wel oké. Ja, gaat maar bij ook oké. Okay. Af en toe slokje water, een beetje kokerplaatje in je wang. Gaat goed. En ik denk dat we echt wel mazzel hebben met het... met het weer. Nou, we zijn nu bij het echt steile gedeelte aangekomen, maar zoals jullie zien, daarboven, dat is de top. Nog even te gaan. Gaat met jou? Ja? We zijn allemaal schattige alpaka's. Oh ja, allemaal schattige alpaka's. Kan je ook op een alpaka nou boven vanaf hier? Die alpaka heeft een zonnebril op. Ah. Zwaar, maar de Laguna 69 vonden wij echt 10 keer zwaarder. Nou, we nemen jullie nu mee het laatste stukje omhoog. Dus wel even op de tanden bijten, maar het gaat waard zijn. Daar gaan we de laatste paar metertjes. 5036 meter. En we staan gewoon alleen, hè? High five. Even lunchen. Met uitzicht.
Heb je nog wat feitjes te spitten over de Rainbow Mountain Map? Nou, de kleuren komen dus door allemaal verschillende mineralen in de stenen. Mm-hmm. En het is best wel scheef dat wij het nu kunnen zien. Want eigenlijk door global warming is al het ijs wat hier normaal overheen zit gesmolten. En daarom kunnen wij dit nu aanschouwen. Ja. Wat super mooi is, maar wel een beetje kru natuurlijk. Ja. Kijk die vogel daar. Die doet echt even een show. Ja, kijk dan. Wauw. Maar dus tot een paar jaar geleden kon je dit hele ding niet zien. Nee. Ja, en we zijn nu begonnen aan de tocht naar de Rode Vallei. Oké, we zijn nu dus in de Rode Vallei. Maar we moeten nu de berg over. En dat is zeer steil omhoog. En ook best wel veel los zand. Dus dit wordt even afzien. Maar kijk dit uitzicht. Maar kijk waar we naartoe moeten. Slaaf, doe je voorzichtig. We hebben het ook hier tot boven gered. Ik zal je even laten zien. We komen dus net daar vandaan. Daar. Je ziet dat mensen deze kant op komen. Het was super heftig om omhoog te gaan. En dan moet je hier doorheen. We zitten hier dus op. Boven de 5000 meter, zoals jullie kunnen zien. En we gaan nu afdalen. En dit wordt wel een pittige. Voorzichtig gaan doen, hè, lieverd. Kijk, daar is ze hoor. Er loopt een reisneusje de berg af. Ja, er wordt wel afgezien hier, maar we gaan het halen. Maar kijk dit landschap even. Hè. Kijk daar in de verte, Rainbow Mountain. Daar waren we dus vanmiddag, daar is nu niemand meer. En kijk die witte gletsjers. Het zijn dus geen wolken, hè? Het zijn gewoon gletsjers. We hebben het gehaald en ik zal jullie even de parkeerplaats laten zien. Helemaal leeg, alleen onze auto staat er nog. Hier nog een verdwaalde alpaca, kijk, die loopt random hier. We hebben het overleefd. We hebben het overleefd, het was heel vet. Het was echt, echt mooier dan ik had verwacht. Ja. Dus. En we hebben het goed doorstaan. We hebben niet echt last gehad. Ik eigenlijk niet. Jij misschien een klein beetje. Heel klein beetje hoofdpijn op de terugweg. Maar dat was ook wel weer snel over na een paracetamolletje. Wel weer echt veel water gedronken. Ik in ieder geval. Ja. Een coca-blaadje in je wang en veel water drinken. En dan en vlammen af. Ja. Ja, het is echt wel koud hier. Als de zon ondergaat, dat wordt zo koud. Ja, ze hebben hier natuurlijk geen verwarming of niks. Dus Slaap lekker. Nou, we wilden net de deur uitgaan en toen werden we gebeld door ons lievelingsmensje, Janna! Hoi! Nu wandelen we naar het meeting point van de Free Walking Tour. Zoals jullie zien hebben we t-shirtjes aan. Het is lekker warm. Het is lekker warm, ja. Oh, dat getoeter is dan zo'n taxi die leeg is. En dan gaan ze toeteren als je langs loopt en dan hopen ze dat je dan denkt, oh ja, ik wil met jou mee. Super irritant. Nou, leuk verhaal dus. Dus zoals we net vertelden, waren we onderweg naar de Free Walking Tour. Dus wij op het plein aangekomen. En ten eerste waren er al heel veel mensen. Echt, het was heel echt veel heel veel. We hebben nog nooit zoveel mensen voor een Free Walking Tour gezien. Nee. En toen volgden we de groep voor de Engels Tour. Nou, die man. Hij begon te praten, zo eentonig. Dus wij keken elkaar aan. We zijn alweer weggelopen. Ja, maar na één minuut. Als het dan niet leuk is, als je er dan ook zelf niet in zit of dat gevoel niet hebt, dan moet je niet 2,5 uur achter zo iemand aan gaan dartelen. Of misschien gaan we dit doen. Busje! Dus wij gaan nu maar even, denk ik, ergens een koffie drinken en een beetje relaxen. En dan even bedenken welke we dan gaan doen. Ja. Tot later. Wordt vervolgd. Het is geen koffietje geworden, maar een lekker fruitsappie. Nou, we zijn begonnen aan een andere free walking tour. Kijk deze trap. Nou, we zien jullie boven weer.
stoepje. Kijk hoe smal een stoepje. Er rijden ook gewoon auto's hier. Dit huis is dus meerdere generaties bewoond door admiralen. En die hebben daar, wat je vaak ziet aan de boeg van een schip, is dat een vrouw zo hangt. Hoe? En daar hebben ze hetzelfde achtergelaten. Ja. Op een kolom. Met, wat zit er op jouw burger? Alpaca. Alpaca. Kijk, hier ligt een zielig alpakkaatje. We wilden dus vorige keer een Arequipa alpaca gaan eten, maar toen gingen we toch vegan sushi eten. Dus nu gaan we nog even inhalen. Nou, ik ben heel benieuwd. Eet smakelijk. Met wie ben je aan het appen, Stef? Michelle. En wat is er bij Michelle gebeurd? Michelle heeft een baby gekregen met baby Lola. Baby Lola. Cute. Nou, we hebben net onze alpaca burger op en Stef was halverwege en toen kreeg ze een berichtje van Michelle. Michelle, de laatste vriendin die zwanger was, die nog moest poppen. En nu is de allerlaatste bevallen. Baby Lola, zo leuk! De negende baby. In de afgelopen, denk ik, 2 maanden. Ja, leuk. Welkom baby Lola. Wat zijn we aan het doen, Becky? Tasjes inpakken. We gaan morgen beginnen aan de 4-daagse trek naar Machu Picchu. We gaan de Inca Jungle Trail doen. Wordt superleuk. We hebben straks om 6 uur een briefing. Dat gaan we in een apart vlog doen, want dat wordt denk ik wel een lange. We zien jullie in deze vlog. Zien we jullie weer na de Machu Picchu. Ja. Tot dan. Tot dan. Goedemorgen. Ik ben deze dag weer alleen op pad. We zijn eergisteren teruggekomen van de Inca Jungle Trail. Dus eergisteren Machu Picchu gezien. En toen we thuis kwamen voelde het met zich ineens echt totaal niet lekker. Dus wij een beetje geïnternetdokterd. En waarschijnlijk heeft hij gewoon een hele erge blaasontsteking. Ik heb gisteren gelukkig antibiotica kunnen scoren. Dat kun je gewoon hier kopen in de apotheek. Dat is dan wel weer chill. Dus hij ligt nu lekker in bed al 2 dagen. Hopelijk knapt hij snel op. Maar morgenavond verlaten we Cusco alweer. Dan gaan we namelijk naar Bolivia. En er was nog één ding wat ik heel graag wilde zien. Met eigenlijk ook. Maar ja, hij voelt zich echt ziek. En dat zijn onder andere de zoutmijnen hier. Dus ik ga alleen. Ik ga wel met Marnie, met wie we ook naar Rainbow Mountain waren. En die ook in ons groepje zat van de Inca Jungle Trail. Dus dat was wel gezellig. Kijk hoe schattig Fluffy. Hoppie. Gracias. Ze heeft net gewoon een lippenstift gemaakt van deze cactus. Echt heel vet om te zien. Kijk, die rode kleur op haar hand. Nou, ze haalt het nu eraf. We hebben even een kaartje gekocht, 70 sol. Niet goedkoop. Maar we gaan wel veel zien als het goed is. Ik vind het altijd zo mooi hoe ze dit zo precies in elkaar hebben gepast. Nou, we zijn op de archeologische site van Chinchero. Yes. En het heet zo omdat? Nou, aan de overkant van deze berg leven heel veel chinchilla's. Ja, dat zijn een soort van megacavia's, ja, toch? Ja, zouden ze die ook eten? Ja, waarschijnlijk wel, ja. Dus ja, daarom zijn we... Woe! Oh. We zijn eindelijk bij de zoutmijnen. We hebben al een glimp ervan opgevangen. Het was wel echt vet. Ja. We zijn net eerst denk ik een half uur lang in de zoutwinkel geweest. Waar je allemaal zout kon kopen. We gaan nu nog naar 2 dingen toe en het einde, het klapstuk, schijnt heel tof te zijn. Maar daar moeten we eerst straks nog 2 uur voor rijden.
We zijn nu bij de ruïnes van Ollon. Ik kan het nog steeds niet uitspreken. Ollantaytambo. Kijk waar we naar boven moeten hier. Oh, even mijn kaartje aan deze beste meneer geven. Hola. Gracias. Kijk, ziet er wel vet uit, hè? Wauw, kijk daar boven helemaal. Dit is de Sun Gate, dus de zon door. Deur. Omdat daar, helemaal in de verte, zie je in de rots een gezicht. En één dag per jaar, 21 juni, gaat precies dus de zon achter dat gezicht. En dan zit er precies hier de schaduw van het gezicht. Hebben die Inca's gewoon even bedacht. Nou, ondanks dat we ons echt Chinese toeristen voelen die zo het busje ingaan, snel eruit, foto's maken, busje in, volgende stop, busje uit, foto's maken, zien we wel echt hele vette dingen. Ja, deze oude Inca-stad is echt super mooi om te zien. En onze gids die vindt dit zelfs mooier dan Machu Picchu. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben, want aangezien we de helft van Machu Picchu niet gezien hebben door de mist. Maar ja, wel echt super vet. Laatste stop, Pisac. How do you pronounce it? Pizza. 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 Goedemorgen, kijk wie er weer bij is. Becky. Ik ben er weer. Met even lekker koffietje en een alfajor. Een typisch Peruaans koekje te eten in het zonnetje. We moesten om 10 uur uitchecken uit ons hostel. Want we gaan vandaag verder naar... Bolivia. Bolivia. Dus we hebben om 10 uur vanavond de nachtbus. Dus we moeten ons nog de hele dag vermaken terwijl we dakloos zijn. Maar goed, het is mooi weer. Dus het komt wel goed. En we hebben nog wat dingen in te halen die we wilden doen. Dus dat gaan we allemaal vandaag doen. En zoals jullie misschien van Stef gewend zijn, is zij een rijme knoeier. Zo noemen we dat. Heb ik van mijn moeder. Ja, dat is genetisch bepaald. Ja. Lekker krummelen. En ja, dat zie je maar weer. Ze bestelt een kopje koffie. Bots. Helft over de shirt heen. Wit shirt. Maar ik hou hem lekker aan, want ik heb al mijn tas van ingepakt. En dit shirt is toch al opgegeven. Zo vies. Dit ja, shirt. Daarom. Lekker boeiend. Proost. We hebben zojuist even geluncht. Toen hebben we nog even het lijstje doorgenomen wat we nog moeten voorbereiden. Omdat we vanavond de bus pakken naar Bolivia. Een van de dingen was een uitreisticket. We weten niet of we hem nodig hebben. Maar toch gaan we hem maar even maken. En ik zal hier even laten zien hoe dat dan gebeurt. Ik ben lekker een nepvliegticket aan het maken. Ik heb een echte vlucht opgezocht van La Paz in Bolivia naar Bogota. En die ben ik nu... in een ticket aan het maken. Dus ik denk dat ze er wel intrappen, want we gaan over land en daar doen ze nooit zo heel moeilijk. En zelfs tot nu toe op elk vliegveld zijn ze er ook in getrapt. Ja, dat is want waar. Ze gaan dat helemaal niet opzoeken. Er is helemaal volgens mij geen systeem. Nee, dat zijn de laatste dingen en dan zo vliegt de tijd ook alweer voorbij. We gaan bitterballen eten. Feels like home. Nou, we zijn in Nederland beland. Hoe leuk is dit? Kijk, Amsterdamse dingetjes. Ballies. Bitterballen. Bitterballen. Gaan wij ons gehemelte verbranden aan bitterballen? Ja, dat gaan wij. Ah. Ja, mosterdippie. Belangrijk. Oh. Lekker? Lekker. Ja? Zo, na de bitterballen is het tijd voor een echte borrelplank. Oh, lekker. Geniet ons. Leuk teentje dit. Dikke tip. We gaan Cusco verlaten. Yep. We zijn weer met Barney. Komt niet van me af. Nee, we gaan naar La Paz, Bolivia. Einde van Peru. 16 uur in de bus. Dat hopen we. Dat is wel inclusief grensovergang. Dus ja. Mocht die verspoedig gaan, misschien sneller. Maar we gaan er niet vanuit. Het zal waarschijnlijk wel 17 uur worden. Ja. Hopelijk dat de rit een beetje meevalt. En dan de bus geen sauna is. Ja. Oh, vooral dat de bus geen sauna is, ja.